Jesse James and Cal Jane, Billy Kid, all the rest. Supposed to be some bad cats out in the West. But when they dug me and my lucky Luke ways, they hung up their guns and they jumped into the grave. 'Cause I'm a lonesome cowboy. Ja, ik ga al heel lang naar Comic-Cons. Echt zo'n beetje 20 jaar al. Altijd wel leuk gevonden, want ja, ik ben toch echt een geek in hart en nieren. Science fiction, comic books, alles, games. En ik vond Comic-Cons altijd al gaaf om heen te gaan en ook met cosplayers op de foto te gaan. Comic-Con Rotterdam, nu exact een jaar geleden, kwamen de drie acteurs die ik graag wilde. Maar die hadden alle drie afgezegd tegen het eind aan. Als de beurs dan bijna zover is, dan zegt er wel eens iemand af. Maar ze hadden alle drie afgezegd die ik interessant vond. Dus toen had ik zoiets van, ja, weet je wat? Ik wil er nog steeds heen. Ik ga gewoon ook cosplayen. Ik had Kuifje een keer gedaan op een toneelstukje op mijn werk. Dus ik dacht, die ga ik perfectioneren. En die ga ik gewoon eens uittesten. Dus ik naar de Rotterdam Comic Con. En als Kuifje. Dus je kwam gelijk al veel meer in contact met de cosplayers dan als je gewoon als gewone persoon met ze op de foto wil. Je bent gelijk in het wereldje. Ja, dit is mijn zolder, dit is mijn mancave. Ik was wel blij toen ik dit huis vond, want ja, ik ben al heel mijn leven een geek. Ik ben heel mijn leven ook al gepest op school. En als je gepest wordt en niet populair bent, dan ga je toch altijd je hel vinden in andere dingen. Hè? In games of in tekenfilms of in je helden. En ik ben altijd al gamefan geweest en ik heb sinds mijn achtste heb ik altijd al alle Nintendo consoles gehad. En dus ja, dat is eigenlijk mijn leven lang is dat een opgespaarde gamecollectie. Ik ben 5 maanden geleden Rutger tegengekomen op een conventie en het klikte gelijk. Sowieso zijn smooth talking als Lucky Luke en zijn echte karakter dat erbij kwam was al gelijk een klik. En Rutgers cosplay is dat het niet zo vaak voorkomt. Tegenwoordig zie je heel veel mensen verkleed als Marvel karakters of DC karakters en zo. En dan kom je op een gegeven moment een Nederlandse of in ieder geval een Europese stripfiguur tegen. En dat is wat het uniek maakt. Ja, ik ging met Lucky Luke beginnen. Ik ben perfectionist, dus alles moest goed kloppen, alles moest echt zijn, mooi leer. Ik was alles aan het uitzoeken, maanden bezig. En toen in augustus 2017, toen ben ik hem gaan debuteren op Castlefest, zo'n fantasy openluchtfestival. En ja, ik kwam daar aanlopen en echt, ja, het ontplofte. Echt, de mensen kwamen echt op me afrennen van, die gingen voor me staan van, oh mijn god, hoe is dit mogelijk? De echte Lucky Luke staat hier. Je bent zo uit de strip weggewandeld, hoe krijg je dit voor elkaar? Goedendag, aangenaam, Jean-Luc. Mensen kennen hem ook wel als Lucky Luke. Ja, Rutger Lucky Luke, hij is het gewoon en hij is fantastisch. We hebben elkaar een jaar geleden hier leren kennen. En het is gewoon een topgozer. Top. En het cosplayen geeft mij ook gewoon een super gaaf hobby. Ja. Ik was dus van plan om meer cosplays te gaan doen, maar ja, Lucky Luke is zo aangeslagen en dat ik hem nu officieel ben, die blijf ik voorlopig doen. Maar ja, de creatieve geestje in mij wil natuurlijk nog wel door blijven gaan. Dus sowieso volgende maand gaan wij April en Casey spelen van de Ninja Turtles. En ik heb echt nog steeds wel in mijn hoofd om wat meer te gaan doen. Misschien nog wel alsnog een keer Asterix of Robotus. En wie weet wat er nog in mijn hoofd komt. Maar daarnaast blijf ik voorlopig Lucky Luke zolang ik op hem lijk, als ik niet te snel oud word.